Ik wilde geen teurs gaan poten, maar hoe kom ik nou tot mijn keuze? Wat ik ga planten, waar ik mee ga kruisen? Ik ga het jullie proberen uit te leggen. Mijn belangrijkste veredelingsdoel is Phytophthora-resistentie. Dus gebruik ik alleen dit in deze uitleg. Wereldwijd een probleem. Er komen door mutaties iedere keer andere Phytophthora-stammen voor. Vergelijkbaar met griep en coronavirussen bij ons. Door de jaren heen en ook per gebied komen verschillende Phytophthora-stammen voor. Hopelijk kunnen we met veredeling de aanpassing van de natuur voorblijven. We hebben als veredelaars beschikking over een aantal resistentiegenen. Ik heb ze hier een kleurtje gegeven om het overzichtelijk te houden. De verschillende rassen zijn in te delen in de genen die ze hebben. Wordt een gen doorbroken, dan is zo'n ras in dat betreffende jaar weer vatbaar voor Phytophthora. Als teler is het verstandig om rassen met verschillende resistentiegenen neer te zetten, als risicospreiding. Hier heb ik een aantal rassen neergezet met de resistentiegenen die ze hebben. Het mooiste zou zijn dat ze meer genen zouden hebben, zodat als er een gen doorbroken wordt, ze nog steeds gezond blijven door de andere genen. Hier ligt onze mooie taak om hieraan te werken. Nu ben ik al jarenlang bezig om deze rassen met elkaar te kruisen om meerdere genen in een kloon te krijgen. Maar 1 en 1 is niet altijd 2, maar ook vaak 0. Er komen ook veel vatbare nakomelingen uit. Door beproeving en selectie bewaar ik iedere keer de sterkste en hoop dat de gewenste genen erin zitten. Nu heb ik ze hier in groepen ingedeeld aan de hand van de mogelijke resistentiegenen. Die wil ik dan weer met elkaar kruisen. Daarvoor heb ik dit kruisingsschema, met links de moederplanten en boven de vaderplanten. Dit zijn dezelfde, het gaat er maar net om of ik de bloemen met de stamper of het stuifmeel gebruik. Hierin maak ik ook aantekeningen als ik een kruising gemaakt heb, om goed overzicht te houden. Nu heb ik hier een vakje rood gemaakt als voorbeeld en ga de achtergrond van de beide ouders even uitleggen. Ongeveer 20 jaar geleden ben ik begonnen met het kruisen met Sarpamira. Flink selecteren in de nakomelingen en een aantal jaren later een goede kloon gekruist met Bionica. Een goede kloon hieruit gekruist met Alouette. En ondertussen ook gekruist met andere resistentiebronnen. En zo verder. Iedere 3 tot 4 jaar een generatie. Onder andere deze kruising wil ik dit jaar maken. Deze genen zouden er in theorie in kunnen zitten. Maar ik ben me bewust dat dit haast onmogelijk is. Met de helft ben ik al heel blij. Het is mogelijk om met merkers te controleren wat er echt meegekomen is. Volgende keer de kruisingsouders op de steen. Bedankt voor het kijken.